Goedendag. het weerbericht van Weerplaza begint vandaag met goed nieuws. Want kijk naar die grafiek. Na een dip op dinsdag gaat de temperatuur flink omhoog. Komend weekend verwacht ik temperaturen van 20 tot 25 graden. Heerlijke zomerse waarden. En met een beetje geluk zet de warmte ook nog even door. Maar er is wel behoorlijke onzekerheid dan. Dus de temperaturen kunnen na het volgende weekend ook weer lager uitpakken. Maar dat komend weekend lijken ze ons niet meer af te kunnen pakken. Dus wat dat betreft... Maak je voorbereidingen maar. Tot die tijd hebben we nog te maken met wisselvallig weer. Een lage drukgebied trekt vandaag snel richting Nederland en morgen zorgt dat voor veel buien. Woensdag dan even een hoge drukgebied, beter weer. En donderdag komen er weer nieuwe lage drukgebieden in de buurt. En dan snap je het al, dan hebben we de paraplu weer nodig. En dat is natuurlijk wel op hemelvaartsdag, dus dat is toch wel jammer. En vrijdag komt het hoge drukgebied op de weerkaart. Die ligt dan nog bij Engeland. Maar in het weekend komt die boven onze omgeving te liggen. En dan komt de aanvoer van warme lucht op gang. Nou, dat allemaal in het weekend. Eerst vandaag nog. Afgelopen nacht hebben we overal regen gehad. Meeste viel in het noorden, zo'n 10 tot 13 mm. En op dit moment, vroeg in de ochtend, zijn er alleen nog wolkenvelden boven Limburg. In de rest van het land een zonnige periode. En dat blijft vanmiddag eigenlijk ook zo. Temperaturen erbij 17 tot 20 graden, dat is ongeveer normaal voor deze tijd van het jaar. De wind waait uit het westen is in de zuidelijke provincies 3, en richting de noordwesten en noordkust haalt hij af en toe de windkracht 5. Morgen dus wisselvallig weer. De OV-staking zorgt ervoor dat we misschien moeten lopen of fietsen. Nou, neem de juiste kleding mee. Er kunnen stevige buien vallen, met name in het midden en zuiden van het land kan het daarbij ook onweren. In de middag en in de avond ziet het er allemaal wat beter uit. Dus mocht je naar bijvoorbeeld Marco Borsato gaan, ik verwacht een droog concert daar. En dan de verdere vooruitzichten. Woensdag dus even een hoog drukgebiedje, koude nacht. En daarna een zonnige periode en hooguit een lokale bui. Donderdag hemelvaartdag, een kletsnatte dag en ook een stevige wind. Dus echt geen lekker douwtrap weer. En vrijdag, dan trekken de buien weg. En dan is het wachten op het weekend, waarbij de temperaturen weer omhoog gaan.